En de 5000 meter wordt belangrijker geacht als het gaat om het winnen van medailles dan de 500 meter. Kleibeuker staat dus op 2. Dat is de tijd waar deze twee vrouwen zich op moeten richten. Minimaal. Of gaan ze allebei onder die tijden door? Go to the start. 21 jaar Esmé Visser. 22 jaar pas Antoinette de Jong. Ready. De Jong, geweldige 3000 meter. Met winst. De regerend Nederlands kampioen ook. In oktober, bij de afstandskampioenschap. Visser, tot vandaag de snelste Nederlands. Met haar optreden in Stavanger. De tweede tijd van de dag achter de Duitse Pechstein. De Jong, gisteren, de 1500 meter, net naast het podium, werd 4. 32-5 is een goed begin. Visser wat voorzichtig met 33 blank. Maar dit wordt gelijk een lastige kruising. En daar heeft De Jong natuurlijk voorrang. Wordt goed opgelost. Visser is er echt gebouwd in zijn steen. Licht. En die goede race daarin is te vangen. Was in staat om af te bouwen. En Antoinette de Jong rijdt hier een wijde bocht. Die rijdt een vlakke race. Dat is haar stijl. 32-1. Uitstekend. Visser nog een 33 plan. Begon ooit bij de ijsclub Nut en Vermaak uit Leimuiden. Belangrijker dan ooit. Wust heeft belang bij de winst van Antoinette de Jong op deze afstand. In ieder geval top 2. Dan is er sprake van 1 dubbeling. Ja, 2 nieuwe namen is funest voor de Matrix. En dat het er van tevoren wisten we dat het bij de mannen misschien een probleem zou worden. Maar bij de vrouwen hebben we dat nooit gedacht. Maar Ter Mors presteert niet wat er werd verwacht. Reed alleen een hele goede 1000 meter en pakte geen plaats op de 500 en ook niet op de 1500 meter. En er wordt voortdurend gevraagd, hoe zit het met die matrix? Heel simpel, 15 startbewijzen verdelen over 10 verschillende vrouwen. En dan kan het zomaar zijn dat je te veel namen hebt. Ja, dat hebben we in het verleden gezien bij de mannen. Maar de rondetijden van deze vrouwen zijn goed. Nog steeds hoog in de 32. Antoinette de Jong zou in staat kunnen zijn als nationaal kampioene om sneller te zijn dan Kleibeuker en misschien ook dan Van der Weijden. Want Kleibeuker moet nu afwachten. Je weet dat deze twee dames in staat zijn om die 6,58, op die 6,57,23 te pareren. Gaat goed, zegt Wust. Het is een wedstrijd in een wedstrijd. 33-1 en 32-7 kijk naar Visser. Visser wordt gezien als een hele gevaarlijke outsider. Heeft in de B-groep gereden, maar maakt veel indruk hier tijdens trainingen. Had een trainingskamp na de nationale kampioenschappen, de afstandskampioenschappen in Insel, heel zwaar getraind. Want, zo zei de coach, die wereldbeker ja, is wel leuk, is eigenlijk nog niet zo belangrijk. Echt belangrijk is het OKT, daar mag je rust nemen. En uitgerekend na die zware trainingsperiode in Insel was dat, presteerde zij zo goed in Stavanger, Noorwegen. Kijk, weer 3/10 sneller in de rommeltijd. En dan zou ze dit door moeten kunnen trekken. Zij heeft een enorm herstelvermogen. Heel lichtvoetig. En Antoinette de Jong moet de race echt alleen doen. In deze fase van de race kon Kleibeuker zich nog optrekken. Iedere bocht waar we nu schaatsen aan achtereekte. Maar het duurt niet lang voordat Esmé Visser onderdoor komt. Misschien wel op deze kruising. Is een twijfelaar. 3 kilometer van Kleibeuker ging in 4.08. 4-10 en Antoinette de Jong duikt de 33 nu al in. Esmé Visser is 17e sneller. 32-6. Maar ja, ook Visser zou een nieuwe naam zijn in de Matrix. Dat is dus ongunstig.
voor Letitia de Jong. En kijk naar de efficiëntie van Visser. Die rijdt heel dicht op de blokken. Wüst ziet de bui hangen. En datzelfde geldt voor de Jong. Visser nog steeds sneller. Weer 16e pakt ze in een rondje. We hebben al een verrassing gezien met Van der Weijden. Maar wat gebeurt er in deze race? Esme Visser, 21 jaar, uit Beinsdorp. Traint altijd in Haarlem. Maar nu in Groningen. Traint veel met jonge mannen. Doet het goed. En nog maar 21. En nu is ze weg hoor. Die is weg. Kijk toch eens. Kan 3 ronden te gaan. Zit er nog een 32er in? 32-7, uitstekend. Ja, en is nu sneller in de rondetijd dan Kleibeuker. Pakt 17e ronde. Pakt ook 14e op de tijd van Anouk van der Weijden. Maar is ook sneller in de rondetijd dan Van der Weijden. Die tijd kan ze nog aanvallen. Die ranke Esme Visser. Geboren inderdaad Beinsdorp. Gaat zij dan de verrassing van de dag worden? Elke dag kent ze verrassingen. Het is een prachtig OKT. 2 ronden nog. Houdt ze dit vol? Doorkomsttijd van der Weijden ging in 5.49.36. Daar zit ze. Nog maar 1700ste boven. Ze is al sneller nu dan Kleibeuker. En dan kan ze de 5000 meter winnen. En kan ze dus naar de Olympische Spelen. En Antoinette de Jong zit er vlak achter. Van der Weijden had een 33.5. En Kleibeuker kwam door in 6.22.87. Kleibeuker ging naar de 33.9. Maar het gaat om de snelste twee plaatsen. Die geven toegang tot de Olympische Spelen. En daar een misslag van Visser. Maar houdt het goed vol. De bel. Kijk eens, 6.22.83. 400 zit nu nog. Onder de tijd van Van der Weijden. Maar belangrijk. En dus ook onder die van Kleibeuker. En dan gaat ze die top 2 halen. Ze houdt 16e over. Dat is meer dan genoeg. Een jonkie van 21. 6.57.23 is de tweede tijd tot nu toe van Kleibeuker. Daar moet ze in haar geval onder. Maar ik denk dat ze ook onder de tijd van Van der Weijden gaat. De 6.56. Kijk toch eens. SP Visser rijdt hier 6.56.60. Het is de tweede tijd. Achter Van der Weijden. Van der Weijden wint. En plaatst zich voor de Spelen. En dat heeft gevolgen voor Letitia de Jong. Ja, dit is het OKT. Dit is, net als de voorgaande dagen, schaatsen in Nederland. Van der Weijden, die na de 3000 meter nog niet kansloos leek, maar moest op de 5000 meter iets heel bijzonders laten zien. En dat heeft ze gedaan. Ze wint hier in 6.56.41. En het jonkie Esme Visser rijdt naar het zilver. We krijgen 2 nieuwe namen op de matrix. En dat heeft gevolgen weer voor anderen die al afgelopen donderdag op de 500 meter in actie kwam. En zo ligt vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar, ook op de 5 kilometer. Want Kleibeuker met haar 3e plaats, het brons ook van Sochi 4 jaar geleden, zij zal niet opnieuw voor de medailles kunnen gaan. Kijk eens, ja, jonge trainers. En dit is een groot verrassend succes. 2 vrouwen, Van der Weijden en Visser. Op eigen kracht plaatsen ze zich nu niet op de 3, maar op de 5. En ze reed stiekem ook al de massastart. Ja. Die kan ze gewoon gaan rijden. Ja. Met Schouten, samen. Ze is erbij. Anouk van der Weijden en ze verdient het. Heeft het zelf afgedwongen. Echt goed gereden. In de eerste rit al zette zij de toon. Legde zij de lat hoog. Ja, en Wüst heeft zich afgemeld. Had toch een rol kunnen spelen. Misschien zelfs in het belang van haar partner. Door top 2 te rijden. Het heeft grote gevolgen dus ook voor anderen. Maar dat is schaatsen. We hebben het op alle afstanden gezien. En dan is het woord ook aan een nieuwe generatie, Esme Visser. Want op je 21ste zo schaatsen, 6.56.6. Het was geen toevalstreffer daar in Noorwegen. Ze heeft het echt verdiend. Van der Weijden heeft natuurlijk ervaring en liet dat zien in rit 1. Maar in de laatste rit was het minstens zo mooi. Visser die zich plaatst voor Pyeongchang
Kleibeuker naast de top 2. Achter Eekte ook, maar die had zich al geplaatst op de 3000 meter. De Jong won de 3000 meter. Schouten is weer wat op de weg terug en zal op de Maastart in actie komen. En zo kennen we dus nieuwe namen op de Matrix met gevolgen voor anderen. En daar is dus genoeg om over na te praten. En we zijn dus benieuwd naar de eerste reactie van de winnares, Anouk van der Wijn. Ja, Anouk, van harte gefeliciteerd. Er werd veel over jou gesproken, over ontsnappingsroute, maar dit is het makkelijkst. Hoe blij ben je? Ja, dit is echt bizar. Ik had dit van tevoren niet echt verwacht eigenlijk. Hoe ging je deze 5 kilometer wel in dan? Ah, ik was eigenlijk best ontspannen. En, nou ja, ik heb afgelopen jaar gewoon niet zo vaak goede 5 kilometer gereden. En ik dacht, dit zit er wel in, maar ja, ik zie het wel. Ik ga gewoon lekker rijden, ontspannen schaatsen en dan kijken hoe het komt. En het kwam heel makkelijk. Weet je hoe goed dit is? Weet je hoeveel mensen er bijvoorbeeld ooit sneller waren in Tiel? Nee, op de 5 kilometer heb ik geen idee van. Er zijn er maar 4 en het zijn ook nogal namen. Ik heb het ergens opgeschreven. Het is natuurlijk Sablikova, die meerdere keren. Ja. Beckert, achter Eekte en Gunnar Niemann. En dan komt nu Anouk van der Weijden. Ja, dat is een mooi rijtje. Maar dat betekent ook, als je dit kunt, hier kunt, ja, dan ben je ook meteen straks kandidaat voor een medaille. Want zo simpel is het op deze afstand. Ja, klopt. Ja, ik had mezelf op de 5 kilometer toch iets minder kansrijk ingeschat dan op de 3. Maar ja, het blijkt dat het gelukkig nog wel allemaal erin zit. En als ik de goede swing te pakken heb, de goede slag, dan kan ik het gewoon. Daar ben ik gewoon heel blij mee dat ik dat nu heb laten zien. Is dat misschien ook wel het geheim dat je er zonder te veel verwachtingen ontspannen ingaat? Ja, misschien wel. Maar op een Olympische Spelen kan je dat niet zomaar even oproepen. Dus ja, het moet ook met spanning kunnen. En dat heb ik ook al laten zien eerder. Dus dat kan ik ook. Maar dit was wel voor nu de beste manier, denk ik. Is het niet voor het eerst dat je naar de Spelen gaat? Hoe bijzonder is het om dat toch weer te doen? Ja, ontzettend bijzonder. Ik heb 4 jaar geleden genoten van de Spelen. Ik werd er 5e. En ja, het was zo'n mooie ervaring. En zoiets moois om mee te maken voor mij dat ik het gehaald had. En dat ik er nu weer sta. Ja, eerlijk gezegd geloof ik het gewoon nog steeds even niet. Ik moet het nog even indalen. Ga je nog met een teamgenoot ook? Hoe belangrijk is het dat jullie veel aan elkaar gehad hebben de afgelopen maanden? Ja, de laatste paar maanden heb ik ook veel met Esmee getraind inderdaad. En dat is gewoon heel goed uitgepakt. En ik heb heel veel aan haar gehad en aan haar team. En dat wij nu samen gaan, ja, dat is natuurlijk super mooi. Want daar heb ik een mooi trainingsmaatje mee. En dan kunnen we samen misschien nog wel harder. Gefeliciteerd. Dank je. Anouk van der Weijden wint de 5000 meter. Had daar zelf niet echt op gerekend. Had jij daar nog op gerekend, Erben? Ja, ik vind het echt fantastisch voor haar. Ze heeft echt geweldig gereden, maar wat een rit ook, hè. Allemaal rondjes 33-0, 33-1 en dan naast nog 2 rondjes 3,5. En dan leg je de lat gewoon heel goed. Ze doet precies wat ze eigenlijk had moeten doen. Gewoon een eigen rit rijden, maximaal rijden en dan echt een hele volwassen 5 kilometer rijden. Echt heel goed. Ze voelde zich de afgelopen weken, weten wij uit Betrouwbare Bron, ja, hartstikke goed. Toen kwam het er niet echt uit op die 3000 meter. Wat grappig dat je dan zelf denkt, ik moet beter zijn op de 3000. Ja, maar leg je dan zelf te veel druk op? Want het is weer opvallend. Zij rijdt in de eerste rit, kan volledig vrij uitschaatsen, geen tijd voor zich. En dat zien we best wel redelijk vaak. Dat mensen die als eerste moeten rijden een tijd neerzetten, dat de rest er gewoon niet meer aan toekomt. Ja. Ja. En dat hebben we hier nu weer. Ja, alleen op de 5000 meter in Pyeongchang gaat het anders, hè? Dan heb je die spanning wel. Ja, maar dat is dan weer, hè? Dat is dan. Nu heeft ze de startbewijs binnengekregen en ook, ja, en ook die Esmee Visser. Zullen we even kijken naar de nieuwe Matrix? De selectievolgorde met deze 2 nieuwe namen dus erbij. Want zo is het. Anouk van der Weijden erbij. Esmee Visser erbij. En dat betekent dat Letitia de Jong inderdaad nu zeker weet dat ze niet meegaat. Dat is ook duidelijk geworden. Het is natuurlijk heel, heel, heel interessant, want Irene Wüst heeft nog een 3e plek op de 1000 meter gereden. En die zorgt er nu eigenlijk voor om door die 1000 meter wel te rijden en die 5 kilometer niet te rijden, dat haar eigen vriendin nu niet naar de Spelen gaat. Nee, zo is het. Dus dan zou ze zich terug moeten trekken. We gaan nu naar de nummer 2. Ook fantastisch. Esmee Visser gaat naar de Spelen en staat bij Jeroen. Ja, want die heeft geen matrixproblemen. Jij hebt je geplaatst voor de Spelen. Hoe ongelooflijk is dat? Ja, echt ongelooflijk. Aan het begin van het seizoen had ik echt geen enkel idee, geen gedachte in mijn hoofd over de Spelen. Ik dacht, ja. Weet je wel wat het was, de Olympische Spelen? Ja, dat wel natuurlijk, maar ik zie mezelf gewoon meer over 4 jaar, zeg maar. Ik moet nog gewoon heel veel leren en ik ben nog zo jong. Het is over een maand al.
Ik heb geen idee hoe wanneer al die wedstrijden zijn. Ja, het is, naast de vanger ben ik wel door heel veel mensen op gewezen. Ja, dat was het moment, hè? Dat is ongeveer een maand geleden, die wereldbeker in Stavanger, waar je in de B-groep de beste was. Was dat het moment dat voor jou enigszins de gedachte kwam dat het misschien nu al mogelijk was? In eerste instantie door jou eigenlijk. Door meteen van en de Olympische Spelen dan. Oh ja, dat zou kunnen. Maar ik heb mezelf eigenlijk een beetje weggewoven. En gewoon van anderen moeten het doen. En ik zie wel wat er van komt. Maar ondertussen, naast de vanger, ben ik wel door echt superveel mensen benaderd. Die het over de Olympische Spelen hadden. Dus door hen ben ik eigenlijk meer een beetje over de Olympische Spelen gaan nadenken. Ja. Hoe ben je dan zo rustig gebleven? Want deze race was ook weer geweldig. Je pakt het op het einde. Terwijl ik ook me voor kan stellen dat je er vrij onrustig van wordt. Van al die mensen die zeggen van het is zo dichtbij. Ja, klopt. Ik heb gewoon met mijn coach echt een goed plan. En ik moet daar echt niet van afwijken. Gewoon rustig beginnen. Goed de tijd nemen om in mijn slag te komen. En dan kan ik het afbouwen. En dat weet ik gewoon uit trainingen dat ik dat heel goed kan. Dus... ik moest me niet gek laten maken dat ik te graag wou aan het begin. En dat is gelukt. Laatste vraag. Je hebt je nu geplaatst voor de Spelen. Nederlanders die naar de Spelen gaan, hebben vaak ook al heel snel een kans op een medaille. Je hebt een maand om te wennen aan dat idee. Ja, ongelooflijk. Ja, ik heb er geen woorden voor eigenlijk. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Het moet nog echt even indalen. En dat was Jeroen Stekelenburg die dus voor het eerst begon tegen Esmee Visser over de Olympische Spelen in Stavanger. Als je zo goed kan rijden, je bent 21, kan het daar dan ook, Erben? Natuurlijk kan het daar. Ze moet gewoon rijden. En wat zij deed, zij moest in de laatste rit. Hè. Zij wist precies wat ze moest rijden. Dus de druk zat er gewoon op. Anouk kon vrij uitrijden. Die hoefde alleen maar rekening te houden met haarzelf. En zij zat de hele tijd op een schema te rijden van Anouk van der Weijden. Dus heel knap dat je het dan op deze manier gewoon binnenhaalt. Anouk van der Weijden en Esmee Visser weten zeker dat ze naar de Spelen gaan. En inmiddels weet Anise Das ook zeker dat ze de 500 meter mag gaan rijden. Straks nog één afstand tijdens dit OKT, de 1500 meter voor mannen. Ik verwijs ook graag alvast naar morgenavond. Dan is het sportjaaroverzicht en daarna begint het sportjaar 2018.